Tony Jatinier, ik kan het bijna elke keer wel opnieuw vragen, maar weer een stapje moederlozer, als dat goed Nederlands is? Nee, als je er zo in zit, dan moet je niet verder gaan, toch? Nee, maar daarom vraag ik het aan jou of dat zo is of niet. Nee, ik ben niet moedeloos. Ik zie waar het fout gaat en wat er aan markeert. Nou, en daar probeer je aan te werken om dat weer op de rit te krijgen. Krijg je dat op de rit? Nou, dat zal moeten blijken in de komende wedstrijden. Want 2 weken geleden stonden wij hier, toen vroeg ik aan jou van... toen had je net bekendgemaakt dat je aan het eind van het seizoen zou stoppen. En toen zei je voor 100% zeker dat je het seizoen af zou maken. Is er ergens al een moment geweest dat je denkt, misschien moet ik daarop terugkomen? Op die uitspraak, misschien is het geen 100% meer. Je weet in de voetballerij, en dat is ook bij AFC en dat is ook bij Ton de Chantier, op een gegeven moment, als je niet wint, dan zijn dat consequenties. En ook voor Ton de Chantier bij AFC. Maar dat weet ik, hoe het mechanisme in de voetballerij werkt. Dus dat heb je bij Ajax gezien, even een paar keer fout. Ja, en dan duiken ze daar bovenop. Dan zie je al trainers hier achter je zitten. Nou ja, dan weet je hoe laat het is, toch? Maar dan leg je het dus in de handen van het bestuur. Maar is er ook iets bij jezelf dat denkt van... Ik snap dat je je loopbaan prachtig af wil sluiten, maar ja, er moet wel een soort van ommekeer komen. Ga jij me nu een ontslag aan praten? Nee, absoluut niet, maar ik ben wel benieuwd hoe dat in je hoofd eraan toe gaat. Natuurlijk kan je wachten tot het bestuur een beslissing neemt, maar je kan ook op een gegeven moment zelf denken, ja, vind ik het nog wel leuk zo? En ben ik wel degene die dan op dit moment voor de ommekeer kan zorgen? Nou, ik ben groot genoeg om dat aan te geven. We hebben ook een regeling in mijn contract dat het kost AFC niks, qua centen als ze van me af willen. En dat is wederzijds ook, dus ik kan ook opstappen wanneer ik wil. Dus wat dat betreft is het goed geregeld, zowel voor beide kanten. Dus als AFC zegt van we willen niet met Ton de Chatier verder, prima. Maar nogmaals, ik weet waar de problemen liggen en ik weet nogmaals hoe het mechanisme voetbal werkt. En ik weet ook donders goed, als ik het niet meer aan de gang krijg, dan ben ik een volwassen kerel door te zeggen, jongens, zet een ander voor die groep. En wie weet krijgen die het wel op de rit. Ja, maar dat is ook een beetje waar ik naartoe wil. Heb je het idee dat je het nog kan omdraaien en het wel weer op de rit kan krijgen? Ja, anders dan sta ik hier niet bij jou bij de camera. Daar had ik nu gelijk naar het bestuur toe gelopen en gezegd, jongens, zoek voor mij een ander. En had je daarna teruggekomen om het alsnog te vertellen? Ja, waarom niet? Ik vind, je moet een grote jongen zijn, toch? Je moet niet je verantwoordelijkheden ontlopen. En als daar keuzes in zijn of keuzes gemaakt moeten worden, ben ik een van de eerste die zegt van, nou jongens, geef mijn postje aan Vicky. En dan moet een ander voor de groep gaan staan, zo simpel is het. Maar zover is het nog niet. Nou, we gaan dit eerst eens even evalueren en er ging genoeg fout. Alleen ja, het grootste mankement is dat je niet scoort. Dat zie jij ook. Ja, en dan is de wet van Murphy dat je ook nog met een aantal zieken en geblesseerden komt te zitten. Maar dat weet je als het slecht gaat. Kijk, als het goed gaat, loopt iedereen voorop in de Polonaise. Ja, en nu zit het even tegen. Ja, en dan vallen ze bij bosjes af. Ik heb het nieuwe recht aangevraagd, maar ik krijg niet ineens van de week een bericht vanuit AFC of vanuit jou dat je toch bent opgestapt. Nee, laten we nou eerst deze wedstrijd even laten bezinken en dan kijken we de aankomende week wel wat er verder gebeurt. Is dus geen ja en is geen nee? Nee, maar ook bij AFC, joh. Dat zeggen jullie toch ook, het is ook een vijfde kolonne. En ik weet, uit betrouwbare bron, dat er wel al bepaalde mensen binnen de club al met andere trainers gesproken hebben. Dus wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon, toch?